Het parlement wil duidelijkheid over de buitenfunctiestelling van de hoofdinspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentel. De fracties van de NDP en ABOP hebben de regering opgeroepen om zo snel als mogelijk in het parlement te komen aangeven wat de beweegredenen zijn geweest voor dit besluit. Hellings en Gentel waren twee van de leiders van de protestactie die op 18 juli begon en per gisteren is beëindigd. Voorzitter, we begrijpen dat de heren Gentel en Hellings uit hun functie zijn ontheven. Mogen politiefunctionaris conform de grondwet hun mening niet meer publiekelijk kenbaar maken? We vragen dat de regering ons dringend vandaag nog uitgebreid informeert over deze kwestie. Zijn de heren ontheven uit hun functie? Wat is de tenlastelegging? Hebben zij de ruimte conform onze wetgeving gehad zich te verweren? We dringen aan om vandaag nog uitgebreid geïnformeerd te worden hierover en wij keuren elke vorm van muilkorven en rancune af. En ieder heeft recht op vrije meningsuiting en het recht om te demonstreren, voorzitter. En tegelijkertijd wensen we ook misschien ook wat duidelijkheid van de regering te krijgen over functionarissen. Ik denk, daar is door de fractieleider Parmisser de namen genoemd van de heer Gentel en meneer en collega. Dat de regering daar duidelijkheid over geeft van wat de beweegredenen zijn. En dat we dan als samenleving ook geholpen zijn. Aziz Kumar Gayadin, fractieleider van de VHP, roept een ieder op om zich te houden aan wet en recht. Ook roept hij de regering op om op te treden als mensen zich niet houden hieraan. Wij van hier, vanuit het parlement, omdat we rust willen hebben in dit land, voorzitter. We moeten rust en stabiliteit hebben om economische groei te kunnen bewerkstelligen. Om ervoor te zorgen dat mensen die hier willen investeren, daadwerkelijk investeren, voorzitter. En geen onrust creëren ten gunste van persoonlijke belangen van mensen, voorzitter. Voorzitter, daarom vragen we en we roepen de regering op om op te treden. Daar waar men zich niet aan wet en recht houdt. Gayadin doet een beroep op de regering om de zaken aan te pakken die moeten zorgen voor verbetering van de levensomstandigheden van de Surinaamse burgers.